Afgelopen maandag heeft onze trainer Maurice Stijn zijn contract verlengd tot anno 2019. En wij waren erbij om dat met hem te vieren. Als eerst gefeliciteerd met je contractverlenging. Je contract liep eigenlijk nog een jaar. Maar wat is de reden dat je toch nog een jaar erbij getekend hebt? Dat initiatief kwam vanuit de club. Vorig jaar rond carnaval heeft Stan mij benaderd of ik bereid was om mijn lopende contract met nog een jaar te verlengen. En omdat dat voor stabiliteit en rust binnen de club kan zorgen. Nou, daar heb ik lang over nagedacht, veel gesprekken gevoerd. Omdat op het moment dat je dat doet, dat betekent dat je je nog langer aan de club verbindt. En dat betekent dat ik in totaal misschien wel 5 jaar hier werkzaam zou zijn. Dan moeten er ook een aantal andere dingen goed georganiseerd zijn, zeker op eredivisieniveau. Dus met name waarom het lang geduurd heeft voor ik akkoord heb gegeven, is dat ik wilde dat randvoorwaardelijk de dingen dadelijk klaargemaakt worden om in de eredivisie kans van slagen te hebben. Nou, dat heeft de club voor een deels gedaan, daar zijn we hard aan het werk. En dat was een van de redenen om bij te tekenen. Andere kant van het verhaal is dat ik het heel erg naar mijn zin heb, dat ik prima kan werken hier, dat de lijnen heel kort zijn. Dat we een spelersgroep hebben die intact is gebleven. En dat zorgt dan ook voor rust en stabiliteit. Dus het hele plaatje klopt. Dus vandaar dat ik afgelopen week een handtekening heb gezet onder een nieuw 2-jaar contract.